Vind je het gek als ik zeg dat ik niet echt warm van voetbal ben geworden? Oh, dat vind ik helemaal niet gek. Nee. Wij spelen vanuit onze mogelijkheden. En ja, voor ons is het heel belangrijk dat we deze wedstrijd wonnen. Dus wij hebben weinig weggegeven. En we wachten dan op een moment dat we kunnen scoren. Wij scoren bijna iedere wedstrijd, zelfs tegen Achilles. Dat was afgelopen woensdag dan. Dus als je weet dat je eigenlijk altijd wel scoort, dan moet je zorgen dat je niet te veel weggeeft. En dat zag je vorig jaar ook. Zijn we kampioen geworden, terwijl we er eigenlijk helemaal niet in ons doel hadden, hè, in onze doelstelling. Maar ja, kijk, je moet spelen vanuit je mogelijkheden. En volgens mij is dat altijd zo. En bij iedere vereniging is het anders. Ja, nou, dan kun je ook zeggen van oké, dan waren de mogelijkheden dus wat minder beperkt dan bij de tegenstander nog. Die hadden ook wat afzeggingen, maar je verwacht altijd aanvoer toch wat fatsoenlijk voetbal. Ja, dat zal zo zijn. Maar nogmaals, 2018 was ons jaar, zijn we hier in het dorp gepromoveerd. En die laatste wedstrijd thuis, die wilden we gewoon niet verliezen. Dus dan kun je wel denken van, nou, we gaan iets meer voetballen en wat meer risico nemen. Want ik wist natuurlijk wel dat de Heracliden vanuit middenveld en voorhoede wel best wel aardig kunnen ballen. Dus je wilt ze niet in die mogelijkheid brengen. En dus ga je het op een andere manier doen. Ja, dat zijn keuzes. Ja, ik denk dat je het niet laat de voetballen voor in van Heracliden wel aardig geslaagd bent. Nou, volgens mij hebben zij weinig tot geen mogelijkheden gehad. En volgens mij doe je het als ploeg dan heel goed. En dan kun je zeggen, ja, dus zakelijk voetballen, ja. We hebben nu 20 punten, hè, voor een promovendus en we staan op plek 2. Nou ja, dan hebben we ons doel voor de eerste helft van de competitie gehaald. Ja, je kunt er lang en breed over praten, maar ja, jullie doen het alleraardigste in deze klasse toch wel. Ja, en dan daarbij ook in rekening brengen dat Strijdelmeijer deze week griep had, Rutgers griep. Dat de twee, Max Smit heeft niet meegedaan vandaag, zit ook om het griep thuis. Dus we hadden nog wat kwetsuren overgehouden vanaf de woensdagavond. Dus ja, wij moesten ook spelen vanuit onze mogelijkheden. Dus we konden ook niet anders vandaag. Als je het hoort en die jongens, ja, trainen die laatste 10 minuten. Ja, die zijn enorm zwaar geweest. En dan voelen we echt onze benen, zeg maar. En dan komt die woensdagwedstrijd terug. Ja, die mannen spelen, Achilles spelen met een hoge tempo. En dan moet je mee, dat hebben we goed gedaan, alleen. Ja, vandaag, nogmaals, moet je spelen naar je mogelijkheden. Het is geen schoonheidsprijs. Ik zeg ook niet dat we mooi voetballen. Maar het gaat erom, we hebben 0 goals tegen. En we hebben 2 voor. Dat betekent dat we 3 punten eraan overhouden. En volgens mij is het daarom te doen. Nou, het was stroef, maar dat hadden we eigenlijk van tevoren ook wel een beetje verwacht. Rood-zwart is ook geen ploeg die wil voetballen. Dus we hadden al verwacht dat het een wedstrijd zou worden met veel strijd. Dat zag je ook, beide teams wilden niet opbouwen. Er werd direct de lange bal gespeeld. Nou, dan zie je veel duels om de eerste en zowel tweede bal. Ja, en dan gaat dat op een duur, denk ik, of zou de doorslag moeten gaan geven. Maar beide teams creëren eigenlijk heel weinig. En het is ook geen wonder, denk ik, dat beide goals uit standaard situaties zijn gevallen. Want het voetbal op zich was niet sprankelend, zou ik me netjes uitdrukken. Heeft dat toch ook een beetje te maken met het feit dat jullie toch wat vaste waren misten? Ja, vind ik altijd makkelijk om je daarachter te verschuilen. Jongens die er wel waren, die hebben allemaal wel keihard gewerkt. En ja, het is altijd makkelijk om te zeggen, ja, die of die is er niet bij. Maar nee, dat mag geen excuus zijn. Nee, dan zeg je inderdaad ook van, we zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Te veel verloren punten de laatste weken. Ja, deze past er dan ook niet helemaal in, want er komt nou toch een soort van schifting in jullie klasse. Ja, dat is inderdaad duidelijk. Als je 5 weken op rij niet wint, dan ga je iedere week ga je wat verder zakken. En dat resulteert op dit moment in 1 na laatste plaats. Klopt. En op basis van vanmiddag hebben we natuurlijk weinig gecreëerd. Afgelopen weken hebben we enorm veel kansen gecreëerd. Heel veel fouten gemaakt, waardoor we wedstrijden verliezen. Maar ik moet zeggen, de instelling is voortreffelijk en het zit allemaal wat tegen op dit moment. Ja, dan zie je ook weer vandaag een onterechte goal afgekeurd, denk ik. Keeper laat gewoon de bal los, dan staan we anders met 1-0 voor. Strafschop, dat Mark Knol uitglijdt, dat hij misgaat. Anders komt hij misschien alweer terug in de wedstrijd. Ik moet zeggen, Buffalo heeft ook niks laten zien en die staan gewoon op de tweede plaats. Nou, ik denk dat we niks minder zijn dan Buffalo. Ik vond de scheidsrechter echt de slechtste man van het veld. Weet je, die jongens moeten allemaal, of Heracliden of Buffalo, die mannen moeten allemaal maandag weer aan het werk. En als je dan ziet dat die overtredingen, dus aanslagen op benen en enkels, knieën, in de rug lopen, dat hij daar helemaal niks aan doet, helemaal niets. En dan zeggen spelers, scheids, kan dit nou allemaal? En dan krijg je geel. Dan denk ik van,
Die man die stond gewoon te slapen. Hey, dit is een niveau, ik hoop niet dat ik er mooi weer mee maak. Want en dan roep je als trainer roep je daar maar eens van... Nou, wanneer treed je nou eens een keer op? Wanneer duw je er nou eens een keer wat aan? Ja, en dat mag je dan weer niet doen van de tegenpartij, weet je. Ik snap het allemaal wel hoor. Maar dan denk ik van, ik kan het dan beter zeggen dan een van mijn spelers die weer geel krijgt. Want hij geeft nu 5 gele kaarten. Dat is een schandalig iets. Want ik denk van, als hij gelijk in het begin een kaart had gegeven, dan hadden die jongens allemaal elkaar wat meer gerespecteerd. Hij laat het bijna uit de hand lopen. Dit heeft alles te maken met hoe je leiding geeft. Sorry, maar dat heb ik vandaag niet op het veld gezien. Ik denk dat het al langs de lijn begint. Een hele wedstrijd alleen maar zeuren en zeiken op beleiding en niks is goed. Dus, dat noemen ze emotie, Ronald. Ja, klopt. Maar ik vind het niet passen langs het veld. Nou goed, even over die goal waarvan je zei van onterecht afgekeurd. De scheidsrechter zal zeggen, ja, duwfout, klaar. Dat zal hij waarschijnlijk zeggen. Ik heb niet gezien. En ik denk, jullie zullen de beelden nog terugkijken. Ik denk dat jij hem ook niet gaat vinden. Nou, die zullen het eens even nakijken. Maar in elk geval, wat mij ook opviel bij jullie spel, dat het allemaal vrij onrustig was. Klopt, maar dat was vandaag ook gewoon bewust. We hebben gezegd, we gaan compact spelen. We gaan echt de duels proberen te winnen. In de kortste weg naar het doel te zoeken. Dus dat zag je ook deels terug natuurlijk. Dan zie je geen sprankelend voetbal. Is eigenlijk ook niet het spelletje wat we willen spelen. Maar we zitten nu wel in een fase dat we eigenlijk punten moeten gaan pakken. Ja, en dan kom je misschien wel terug dat je bepaalde spelers mist. En dan zeg je gewoon, we gaan het simpel proberen uit te voeren vanmiddag. En passie erin te gooien. Nou, ik heb na de wedstrijd ook tegen de jongens gezegd, jullie valt verder niks te verwijten. Ze hebben met volledige inzet gespeeld. En als het dan even niet wil lukken, dan ben je deels natuurlijk teleurgesteld. Aan de andere kant... Ik maak me geen zorgen. Ik ben nog steeds positief gestemd over deze groep. En ik weet zeker dat wij betere fases tegemoet gaan. De komende weken zal lastig worden. Maar na de winterstop is er nog van alles mogelijk. Dus we zijn niet in paniek.